28 oktober 2000, vijf dagen na een Europese zege tegen Manchester United, veegt Anderlecht de vloer aan met Lokeren. Het wordt 8-0, Jan Koller is genadeloos tegen zijn ex-ploeg. Radzinski, Koller, 4-0. Koller, Radzinski en Jan Koller. Dat is de goal. 6-0. Samen met de razendsnelle Thomas Radzinski vormde Koller bij Anderlecht een koningskoppel. Twee exponenten van een sterke ploeg die onder Emmean Teunis ook een uitzonderlijk parcours neerzetten in de Champions League. Jan Koller, 2,02 meter groot en 107 kilo droog aan de haak, was niet de meest fijn besnaarde voetballer, maar wel een beest in de box. Dino, zoals hij wel eens werd genoemd, heerste door zijn fysieke présence in de lucht. Mooi, 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 mooi. Jan Koller. Lijf aan lijf was hij niet te kloppen, maar hij had wel degelijk goede voeten. De beloning kwam in januari 2001 met de gouden schoen, maatje 50. En terwijl lange Jan onwennig op het podium stond, vergaapte de voetbalwereld zich aan zijn vriendin, het Vika. Koller werd dat jaar ook kampioen met Anderlecht. Alle twijfels waren weggeveegd. Weg het wenkbrauwengefrons van toen Anderlecht hem bij Lokeren weghaalde. 3 jaar daknam hadden hem tot een trefzekere spits gemaakt. Borstcontrole en het schot. Oh, wat een goal. 3-0. 55 goals, niet slecht voor een reus op leme voeten. Daarna volgden 58 doelpunten voor Anderlecht. 2 bij zijn afscheid tegen Eendracht Aalst. Na wat getouwtrek vertrok Jan Koller voor een recordbedrag van 500 miljoen Belgische frank naar Borussia Dortmund. Hij werd ook daar kampioen en zou er 5 seizoenen spelen. Mooi, 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 mooi. Jan Koller.